Goedenavond en welkom bij Denderland Boekenland. Vandaag de fantastische Marieke de Marais naast mij. Daar, ik weet niet waar u haar ziet. Ik zie haar in beeld en ook vooral haar fantastisch nieuwe boek Bult. Uitgeven bij Uitgeverij Vrijdag. Ik heb gevraagd aan Marieke om een fragment te kiezen en dat zal zij nu voorlezen. Marieke, all yours. Yes. Juni. De jonge vrouw had nooit gedacht dat ze in haar leven nog een haag zou knippen. Haar klimhanden waren misschien wel bestand tegen de druk van een enorme schaar, toch had ze grote, dikke, zachte handschoenen aan. Haar vader had altijd gevonden dat de schram niet bij haar paste en met blaren op haar handen van het klimmen maakte hij snel komaf. Blaren moet je openprikken. Haar vader was een vreemde man geweest. Op sommige dagen was hij tegelijk zeker en niet zeker van zijn stuk. De dag dat hij tuinexpert in het hout van zijn tuinhok beitelde en daarna een tuinman belde om het werk te doen, was de jonge vrouw en haar zus altijd bijgebleven. Als was het ook de dag waarop zijn einde begon. Als hij er was geweest op de dag dat de jonge vrouw voor het eerst in haar leven een haag moest knippen, dan had ze hem zeker gevraagd om haar te helpen. Maar hij was er niet. Ze stonden daar met een grote schaar in hun handen, de oude en de jonge vrouw, allebei aan een kant van de haag. Ze hadden het touwtje gespannen. Het lijkt alsof wij al jaren hagen knippen, zei de jongste. De oude vrouw lachte. Haar dode man dacht dat hij recht kon knippen, dus gebruikte hij nooit een touwtje, waardoor zij in haar leven met hem altijd naar een scheefgezakte haag heeft gekeken. Op een minder verdrietige donderdag na zijn dood heeft ze de haag laten weghalen en liet ze een groene draad spannen boven de grens. Een ander leven en een ander uitzicht. Het was ook de dag dat ze een mislukte rabarbertaart at. Maar dat laatste had met haar enorm verlangen om samen met de jonge vrouw een nieuwe haag recht te knippen, niets te maken. Ze zal zo recht zijn, zei ze. Waarom verzamel je knikkers? Vroeg de jonge vrouw plots. De oude vrouw twijfelde en lachte. Ik vind knikkers eeuwig, zei ze, en ik heb de eeuwigheid graag in mijn handen. De jongste wist niet of ze het begreep, maar ze zweeg en ze knipten in stilte, recht en nauwlettend. 'S Avonds vonden de twee vrouwen dat ze nog nooit zo'n mooie, jonge, rechte haag hadden gezien. Ze dronken koffie en aanschouwden hun werk. Mooi, zei de jonge vrouw. Heel mooi, zei de oude vrouw. Stilte. Ik zit graag onder de Tilia cordata, ging de oude vrouw verder. Hij doet mij altijd denken aan een andere, dikke, grote, weelderige boom. En dat ik vaak vroeg of ik op zijn schouders mocht zitten. Ik keek zo graag naar de zee vanuit de lucht. Woonde jij vroeger aan zee? Vroeg de jongste. De oude vrouw antwoordde niet. Als mijn vrienden en ik op zijn grote takken zaten, waren we piraten en er ging geen dag voorbij of we riepen land in zicht. We hielden zo van het eindeloze kijken. Altijd was er iemand die iets zag wat een ander niet had gezien. Een eiland, een vis, een sloepje, een toekomst. Ik knipoogde naar mijn boom toen mijn vrienden zeiden, hier zouden we altijd willen blijven. Mijn moeder had wel eens gezegd dat onze boom niet echt een boom was, maar eerder mijn grote broer. We lachten met zijn kronkelige voeten, zijn dikke billen en zijn exuberante haarbos. En daarna leek het altijd alsof moeder hem aaide, zoals ze 's avonds zachtjes over mijn wangen wreef. Mooie, mooie boom, dat heeft ze vaak gezegd. Op een dag vroeg mijn moeder zich af wie hij allemaal zou overleven. We zaten aan tafel, we aten en we zwegen. Stilte. Ik herinner me, vertelde de oude vrouw, de voorzichtigheid waarmee mijn moeder op een dag haar woorden woog.
ze uitsprak en traag slikte, dat ik niet bang hoefde te zijn. Ik zat de tijd uit tussen zinnen en hoopte, laat ons toch gewoon voor altijd. Maar ik wist het zeker, dat ze vaker weggaan zij dan blijven. Tegen een zee moet je niet vechten, buigzaam zijn, niet verzetten. En ik stond 's avonds voor de spiegel en deed van, kijk hoe sterk. Ik stak mijn borst vooruit en stond dan op de toppen van mijn tenen. Maar mijn moeder huilde omdat ze dacht dat grote mensen langer leefden. Was jouw moeder kleiner dan jou? Vroeg de jongste. Ze was klein en ziek, zei de oudste. Ik herinner me ook het huis waarin mijn vader en ik toen stonden, ging ze verder. En dat de tafel voor het eerst een tafel was nu mijn moeder daar niet zat. Mijn vader zei dat we daar niet langer konden wonen. Dat hij meer van bergen hield dan van de zee. En ik hoopte dat we niet alleen onszelf, maar ook ons huis en onze tuin konden verhuizen. Dat we opgetild werden en aan een stoel genageld bleven. Dat we het voelden in onze buiken en dat de poes languit haar ogen opende. Ik wilde zo graag dat ons huis en onze tuin konden zweven. Alles had ik willen proberen, opdat ons huis altijd ons huis bleef. Wat rond mij ook gebeurde. De jonge vrouw nam ondertussen een slokje van haar koffie. De dag dat mijn moeder doodging, heb ik een hele dag op de takken van mijn boom gezeten, ging de oude vrouw verder. Ik herinner me omhelzingen en dat mijn vrienden en ik beloofden elkaar nooit los te laten. We keken naar de zee die zo groots was en iemand zei, ik beloof niets. En we lachten omdat het waar was. Wij beloven niets, wij beloven niets, schreeuwden we, omdat belofte schuld maakt en ik, zeker ik niet, nooit iemand de schuld wilde geven of schuldig wilde leven. Ik wilde niet weten, ik wilde niets, ik wilde gewoon, ik wilde daar, daar, daar. Niet weten waar ik aankwam en of het zou ophouden en of het voorbij zou gaan. Waar ik toen was, daar wilde ik altijd blijven. Stilte. Dank je wel. Nee, ik heb zo genoten van jouw boek. En als ik het nu voorgelezen hoor door jou, dan zou ik willen dat ik het gewoon vanaf bladzijde 1 tot de laatste prachtige bladzijde 133 gewoon in jouw stem nog eens opnieuw kon lezen. Het is jouw debuut. Het was een complete verrassing, heb ik me laten vertellen. Je bent theatermaker, radiomaker, performer en nu dus ook auteur. Peter Verhulst, grote fan, toch wel de man van de Nederlandse letteren, schrijft, Bult is bijzonder. Er spreekt een taal- en sfeergevoeligheid uit die mij erg bevalt. Subtiel, suggestief, goed gekozen beelden, erg pakkend. Ja, wat doet dat met u als Peter Verhulst zoiets zegt voor uw debuut? Ja, ik vind dat wel, ik vind dat natuurlijk fantastisch. Hè. Ik moet zeggen, ik heb het aan hem durven vragen om mijn boek te lezen. Nog voor ik het naar uitgeverijen had gestuurd. Ik heb eigenlijk een paar jaar in stilte gewerkt aan het, en het nooit aan iemand laten lezen. Zelfs mijn man heeft het nooit gelezen. En op een dag heb ik beslist van, ik ga het gewoon aan een paar mensen opsturen. En ik ga nu niet bang zijn of zo, om het aan de grote namen te vragen. Yeah. En ik woon in Brugge, Peter Verhulst woont ook in Brugge, dus ik dacht, kom, ik ga het aan hem vragen. En ja, toen stuurde hij al een eerste mail terug waarin die zinnetjes stonden. En daar was ik zo natuurlijk super, super blij mee. Dat doet heel veel natuurlijk, hè? Omdat je dan denkt, yes, ik moet het echt opsturen of zo naar een uitgeverij. Dat was heel leuk, ja. Ik ben blij dat je dat gedaan hebt. Het is ook prachtig vormgegeven door Gert Doreman. Heel kort door. Ik ga het even doorbladeren voor de mensen. Het is gewoon prachtig.
Ik ben eraan begonnen en ik heb gewoon heel de wereld afgesloten en ik zat alleen maar op die bult. Een oude vrouw, een jonge vrouw en een lange, slanke man wonen op die bult. Hoe kom je bij zo'n verhaal? Ik ben er lang mee bezig geweest, in mijn hoofd natuurlijk. Ik ben zo dat soort schrijfster dat lang op voorhand met iets in haar hoofd zit en af en toe is notities pakt. En dan begint schrijven in stukjes en brokjes. En ik had al heel lang 3 personages in mijn hoofd. Ja. Ik wist dat het 2 vrouwen moesten zijn, een jonge en een oude. Dat vind ik een heel interessante combinatie. Ja. De oude vrouw die al zo gewoon wat wijzer is en zo'n jonge springer, waar ik mezelf misschien meer onder die categorie toe voor. En dan een man natuurlijk of zo, hè, wat het ook altijd een beetje interessant maakt. Dus voilà, zo begint dat dan. Hè, natuurlijk. Ja. Dus ik heb nooit ik heb nooit een thema of zo in mijn hoofd. Maar ik wist wel, die mensen die willen alleen zijn, die zijn alle 3 alleen, die hebben alle 3 dingen meegemaakt, zoals we eigenlijk allemaal dingen meemaken. En bij de een is dat erger dan de ander, en bij hen is dat ook zo. Zij wonen alle 3 op een heuvel, en zij wonen daar de een al bewuster dan de ander om alleen te zijn. Om ze een beetje af te sluiten van de wereld en om met dingen in het reinen te komen. Mm-hmm. En ja, dat is doorheen de jaren gegroeid eigenlijk, dat verhaal. Het heeft zichzelf echt geschreven. Ik ben pas achteraf te weten gekomen waar het over gaat, hoor. Ah. Ik ben dat soort schrijfster, ja. Ja, wel. Wat me opviel, is dat er ook gesproken wordt over een verlangen naar ontroostbaarheid. Ik vond het heel erg troostend, maar ook die idee dat het niet altijd hoeft te troosten. We hebben zo weinig tijd hier en ik zou hier nog zo lang willen over verder babbelen met jou. Dat gaan we ook straks doen als we zo op de knop geduwd hebben. Welke literatuur kan troost bieden voor jou? Dat soort literatuur wat ik zelf heb geschreven. Ja. Voor mij gaat het over de heel eenvoudige dingen in het leven. Ik lees graag de gewone menselijke verhalen, waar tussen de zinnen door waarschijnlijk heel veel diepgang in zit. Zo, want in al onze levens is dat zo. Hè. Ik denk dat je dan het boek geschreven hebt dat je zelf nu verwoordt als het perfecte boek. Marieke, dank je wel voor je tijd en dank je wel voor dit boek. Ik ga het aan al mijn vrienden cadeau doen, want ik vind het fenomenaal. Oh, merci. Wel, ik hoop om elkaar snel eens in het echt te ontmoeten. Voor de kijkers van Denderland Boekenland, koop dit boek. En kijk morgen nog eens naar Denderland Boekenland. Salut, Marieke. Ciao. Dag, ciao.